is nog steeds heel erg. Ik heb zoveel dozen bestaan. Oh. Dit ga ik nog 300 keer doen. Allemaal niet. Would you look at that? Kijk nou hoe netjes, ik ben zo blij. Wie had dit gedacht? Good morning, welkom bij een nieuwe video. Het is tijd voor de lang overdue opruimvideo deel 2. De KonMari manier van opruimen. De reden waarom dit zo lang duurde is omdat ik heel veel moeite heb gehad met dozen vinden waar alles in kon. En ik heb ze uiteindelijk op jullie advies gevonden bij de HEMA. Maar dat was ook de hele tijd weg en niet weg. En nu waren ze eindelijk in stok. Dus allereerst de situatie hoe het op dit moment is. Er is eigenlijk niks veranderd. Dit is hoe het hier is. Dit is hoe dit stukje er nu uitziet. En dit stukje. En hier heb ik dus in ieder geval de dozen al getest hoe ze erin zouden passen. Ik kan er in principe 3 dozen per vakje doen. Ja, en het is nu gewoon even beginnen. En voor wie zich nu afvraagt welke dozen ik uiteindelijk heb gekocht, dat zijn deze van de HEMA. Kartonnen opbergdoos 15 keer 24 keer 33. Dat is de afmeting. En die zien er zo uit. En het is dus een opklapsysteem waarbij je gewoon deze plakranden eraf haalt. Oh. Wauw. En daar zit dit dekseltje bij. Wauw. Dus dan heb je uiteindelijk allemaal van dit soort dozen. Wow. Ja, dit is waar ik mee ga doen, jongens. Alright guys, het is zondag. Make-uploos en wel. Ik heb alle kleren uit de kast op een hoopje gegooid. En we gaan nu echt beginnen. Ik heb zo geen zin. Echt zo geen zin. Ik weet dat de hoe zeg je dat? Het gevoel gaat fijn zijn, maar ik heb nu geen zin. Dit is wat het nu is. Alles ligt hier. Zo. Dit zijn nu allemaal lege vlakken. De dozen, denk ik dat ik het beste... Dit zijn zo fijn, die geurbeltjes. De dozen kan ik denk ik het beste op deze manier doen. Want dan heb ik in ieder geval de 2 voorste heb ik groot uitzicht. En daar heb ik iets minder goed zicht. En dan heb ik dus hier nog een vak, ja, waar ik denk ik dan niks ga doen. Of ik doe deze in het midden. Dat het iets symmetrischer wordt. En laten we streven dat alles in die... Dit zijn er 3, 6, 9, 12. In die 12 dozen moet passen. En anders moet het weg. De dozen staan ook klaar. Oké, ik ga beginnen zoals gezegd werd met stapels maken van t-shirts, broeken, truien, ophangen. Oké, dit zijn de stapels. Welkom bij de Max Geheugen Trainer. Dit zijn de t-shirts, shorts, spijkerbroeken, leren broeken, normale broeken, joggingbroeken, topjes met mouwen, topjes zonder mouwen, rokken. En de allergrootste struggle is blijkbaar de truien / joggingpakjes. Tot morgen. Oké, we gaan beginnen met het vouwen op de manier waarop het wordt uitgelegd. Nog lager. Hoe ga ik dit nou weer doen? Oh, getver. Wat deed ze nou? Ik weet niet hoe dit is hoor. Ja, dat is goed zetten. Oké. Dit ga ik nog 300 keer doen.
gefrustreerd. Oh, hey. Ja. Hi. Stephanie, ben je? Nee. Maar kijk, hoe moet dat dan met die truien? Dat gaat toch nooit in van die dozen passen? Truien kun je ook gewoon inderdaad opstapelen, wat je normaal al wel deed. Die doosjes zijn hier. Helemaal goed. En ik heb al die stapels gemaakt die je zei. En dan hier dus al die truien. Ja. En die kast is nu in principe gewoon leeg. Dus dit is nu... Ja. Dit is nu gewoon die kast. Kijk, wat je nu natuurlijk het meest draagt, is je t-shirt, je topjes. Dat zou ik dan op ooghoogte waar je daarnet was doen. Ja. En dan truien, die het meest draagt dan vooraan doen. En dat je dan drie rijen maakt in je kast. Dat je ze zo recht legt in drie rijen. Ja, oh, dat is ook nog wel een goeie, ja. Maar dan zonder de dozen. Ik heb zoveel dozen besteld. Echt, ik zat dit te vouwen en ik werd helemaal gefrustreerd. Ik zei, er past nog niks in die doos. Die doos is nu een soort van al half vol. Kijk hier, drie shirts zitten erin. En als je nu een beetje, je kan ze wel wat meer druk hoor tegen elkaar. Ja, dat ga ik doen. Kijk, en dit irriteert me ook, dat dan één shirt kleiner is dan de rest. Als je meer van dat soort smallere hebt, dan draai je best op. Snap je dan even? Zo. Ja, zo. Oh ja. Ik was helemaal enthousiast en toen dacht ik, moet jou even bellen, want ik kom er niet uit. Oké, dankjewel lieverd. Nou, heel goed bezig. Thank you. En laat maar weten als je meer wilt dan. Doe ik, dankjewel. Kijk, het probleem is dat hier gewoon niet zoveel in past. Maar Mike heeft wel gelijk, ik kan ze eventueel hier de kleinere shirts doen en hier de langere. En ik mag ze iets meer tegen elkaar aandrukken. Dus we gaan even vrolijk verder. Ik heb trouwens een bekentenis. Dr. Phil. Tijdens het opruimen allemaal fragmenten. Oké, ik ben al iets blijer. Dit zijn alle t-shirts bij elkaar. Van donker naar licht. Alright, dit is de eerste plank. Dit zijn alle t-shirts. Die heb ik nu zo gedaan. Dit zijn alle zwarte mouwloze topjes. En dan heb ik hier, en dit is wel een beetje onhandig omdat ze op elkaar moeten, maar hier heb ik alle mouwloze topjes die soort corsetachtig zijn. En dan heb ik hier nog de mouwloze topjes die wit zijn en soort van hele korte babytopjes, noem ik ze altijd. Ik ga denk ik op zoek naar een label, zodat ik ze kan labelen. Zodat ik beter weet wat is. Door met de lange mouwshirts. Ik heb eten van mijn mama van gisteren nog over. Ik heb de shirts met lange mouwen in twee dozen gekregen. Zo. En dan ga ik nu alle denim hopelijk in één doos vouwen. En dan kunnen die op de tweede plank met z'n drieën. Fold the legs up towards the waistband and fold in thirds. So you have a rectangle that stands upright. Ik begin met de dingen die ik het minste aandoe. Dat zijn deze. Die doe ik hier. Dit is er nog over. Dit zijn alle broeken. En dit zijn dus alle truien. Nu zei Maaike net al van probeer anders je broeken en je truien toch te vouwen. Ik ga denk ik die broeken wel gewoon in de dozen doen. Want daar past dit sowieso wel in. En met die truien twijfel ik wat ik daarmee ga doen. Would you look at that? Dit zijn de normale broeken. Dit zijn de joggingbroeken. Joggingbroeken. Leren broeken. Ik moet heel erg denken aan Karl Lagerfeld. Die zei dat als je sweatpants, dus joggingbroeken draagt, dat dat een teken is dat je het hebt opgegeven in het leven. En als ik het zo mag geloven, dan heb ik echt te veel spijkerbroeken. Of wat is het? Joggingbroeken. Maar ja, dat is blijkbaar hoe mijn kast eruit ziet. Ik moet echt zeggen, ik word steeds iets meer enthousiaster. En het is echt oprecht de ruimte die ik nu heb bespaard. Want ik heb ook nog de laadjes waar ik andere topjes uit heb gevist, die heb ik nu ook nog over. Dus dit lijkt de goede kant op te gaan. Het enige ding is dat dit allemaal ophang is. En daar kunnen we dan nog een andere keer doorheen. Maar dit moet ik dus zometeen allemaal nog ophangen. Oh ja, en één ding. Let echt op als je deze HEMA-dozen aanschaft. Ze gaan wel best wel snel los. Ik heb ze net een paar keer te hardhandig uit elkaar getrokken. Maar kijk nou hoe netjes, ik ben zo blij. Oké. Deze achter. Oh my lord.
Wie had dit gedacht? En nu is het grote dilemma dus dat de truien, die moeten dus waarschijnlijk worden opgestapeld. Want ik denk niet dat ik die zo bulkig in die dozen krijg. Ja, of ik moet in plaats van 4 bakken, dat ik er 6 doe. Want hier kan natuurlijk nog een bak op. Dat kan wel. En dat ik dan dus 6 dozen heb voor de truien. En dat ik dan gewoon de truien weg moet doen die niet in 6 dozen in totaal passen. Oké, laten we dat eerst proberen. Kijken hoe dat gaat. Update van alle truien. Dit zijn 6 dozen en de rest heb ik gewoon weggedaan wat hier niet meer paste. Allemaal niet. Wat past er niks? Moet ik helpen? Gewoon niks. Ik dacht dat daarachter, ik heb nu al deze dozen en ik kan ze nu nergens kwijt. Het gaat niet omdat deze heel dik zijn. Ja. Die gaan wel recht in. Maar die, de dingen die, kijk, dit kan voor. De dingen die uitsteken omdat ze heel vol zitten, dat was dit, zie je? Ja. Dat kan je niet voorzetten, dat moet je achter zetten. Ja. Dit is even hoe het er nu uitziet. Ik heb dus nog deze 3 dozen over. Ik ga bedenken waar ik die ga doen. En ik ga nu dit indelen in dozen. Oké, het project van deze ene kast is voor nu klaar. Dit is before wat je nu in beeld ziet. En dit is after. Ik ben even zo neergeploft. Ik ben echt helemaal kapot. En ik moet zeggen, het is heel ruimtebesparend. Het voelt heel goed dat alles nu zo in dozen zit dat ik dus niet meer stapels hoef weg te pakken als ik wil weten waar iets is. Want alles zit nu achter elkaar. Alleen, ik vind het nog steeds niet zo mooi. En dat komt denk ik door hoe ik het heb ingedeeld. Want als ik dan die foto's zie op Google is het echt fucking mooi. En ik haat gewoon opruimen. Daar komt het gewoon een beetje op neer. Ik heb nu niet een mega voldaan gevoel. Maar misschien komt dat als alles een beetje opgeruimd is. Het hanggedeelte ga ik nu beginnen met ophangen. Maar dat is niet via de KonMari methode. En alle hoekjes met make-up en beauty spullen, die staan er nog. Zoals deze. Zoals dit. Dit moet allemaal nog uitgezocht. Sorry ook als mijn mood deze video niet zo vrolijk was. Maar ik merk gewoon dat ik zoveel anxiety krijg van alles wat er ligt en wat dan opgeruimd moet. Maar ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb heel veel weggedaan. Ik ga een grote zak aan mijn moeder geven. Ik ben blij dat dit stukje erop zit. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Lieve Maaike, dank je wel dat je me echt door dit heen hebt gesleept. Let me know wat jullie nog meer willen zien. Ik hoop dat dit ondanks mijn gezeik nog een beetje oké was. Ik zie jullie heel snel weer. Bye.